Uit chaos van lakens en voorgevoel opgestaan, gordijnen open, de radio aan, was plotseling Scarlatti heel helder te verstaan. Nu alles is zoals het is geworden, nu alles is zoals het is, komt het, hoewel, misschien, hoewel, tenslotte nog in orde. Schreef Judith Herzberg, die binnenkort de prijs voor de Nederlandse letteren krijgt. En een van de voorbeelden van hoe mooi, hoe rijk onze Nederlandse cultuur is, hoeveel er is om trots op te zijn. En misschien ook wel een manier om te kijken naar hoe het gaat met de cultuur. Misschien komt het tenslotte nog in orde. Want al dat moois wordt gemaakt door mensen. En die hebben de afgelopen jaren op een houtje moeten bijten toen het moeilijk was. Maar dat eist zijn tol. De makers van de cultuur in Nederland verdienen beter. De schrijvers, Peter Quint haalde ze aan, die voor 13 cent per woord bij onze kranten schrijven. De muzici, mevrouw Ellemeet haalde ze aan, die een baan daarnaast moeten hebben terwijl ze op topniveau musiceren. En ik zeg daarbij, meneer Aerts, het maakt mij niet uit wat voor muziek ze maken, maar ze doen het op topniveau, daar moeten we trots op zijn. Het zijn hardwerkende Nederlanders die meer verdienen dan de schampere hoon van het is maar een hobby van minister Wiebes, of de valse tegenstelling tussen de trompetist die lesgeeft aan kinderen voor de fanfare en die tegelijkertijd in het concertgebouw speelt voor het concertgebouw orkest. Voorzitter, ik geloof dat deze minister van goede wil is en ook op de goede weg is om de positie van die makers te verbeteren. Maar het vergt urgentie. Het onderhandelen wordt nu tegengehouden door stupide Europese mededingingsregels die de macht veronderstellen bij de eenling in plaats van bij de opdrachtgevers die nu uitbuiting toepassen. Voorzitter, die makers verdienen een minister die door vuur en vlam gaat en daar minister Koolmees bij haalt. Want ze zijn ook niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze hebben geen pensioen. Van hun wordt verwacht om voor onze cultuur veel meer op te offeren dan van enige andere Nederlander gevraagd wordt. Voorzitter, zonder die makers geen cultuur. Maar die cultuur is er voor iedereen. Voor ons allemaal. Voor deze generatie en voor toekomstige generaties. Daarom is het ook zo belangrijk. En zo wil ik het pleidooi van de heer Aartsen beluisteren. Dat we zorgen dat iedereen daaraan meedoet. Dat we ook onze kinderen daartoe opleiden. Muziek in de klas, op basisscholen, laat zien dat het niet voor de happy few is, maar voor iedereen. En dat iedereen talent kan hebben dat je kan herkennen. Dat die ervaring je beter maakt in het onderwijs en beter maakt in het leven. Dat cultuur je in staat stelt andere mensen te begrijpen en je in een ander te verplaatsen. Iets waar het in onze samenleving nog wel eens aan ontbreekt. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat in alle basisscholen die muziekles kan worden gegeven. En dat wij dat ondersteunen vanuit hier. Daarom vind ik het zo belangrijk. En misschien kom ik wel met de VVD met een voorstel op dat punt dat de bibliotheek blijft bestaan in de kleine kernen. Die bibliotheek die voor zoveel mensen de toegang is geweest en nog is tot een grotere wereld. Een wereld van taal en verbeelding van Judith Herzberg. Daarom is het ook zo belangrijk dat we cultuur voor iedereen ook toepassen op mensen met een beperking. Die er nu vaak letterlijk niet tussen komen bij die voorstelling. Daarom is het ook zo belangrijk dat we die toegankelijkheid van cultuur tot uitgangspunt nemen. Ook bij de nieuwe, de experimentele muziek. Dat we zorgen dat popfestivals, waar Peter Quint, en dat heeft succesvol gedaan, vorig jaar een lans verbrak. Want het pleidooi om daarmee te stoppen is gelukkig weer verstild. Dat we die een plek geven in onze toekomstige infrastructurele manier van financieren van kunst. Voorzitter, als we zorgen voor betere bescherming, meer respect en waardering voor de makers van kunst en cultuur. En als we de verheffing terugbrengen en zorgen dat het voor iedereen, ieder mens in Nederland toegankelijk is. Dat we alle kinderen daarmee kennis laten maken. Dan komt het misschien, hoewel, tenslotte nog in orde.